Ad Oud. Ad, welkom ook. En Ad is psychotherapeut, gespecialiseerd in trauma's. Daar heb ik met alle sprekers vooraf korte interviews gehad. Dus ik vroeg aan Ad, wat maakt nou dat jij nou echt helemaal gespecialiseerd bent geraakt in die trauma's? En toen heeft hij mij een bijzonderheid verteld, en die wil ik jullie ook niet onthouden. Ad was in het verleden de coördinator nazorg bij de Bijlmer vliegramp. Als lid van de GGZ Amsterdam Zuidoost. En dat was een functie, zei Ad, die bij hem wel heeft bijgedragen in het wekken van zijn interesse voor trauma's en zijn diepgaande specialisatie die hij daar vanaf die tijd ook helemaal heeft kunnen opbouwen. Ad, ik geef jou graag het woord. Dank u wel. Is het geluidstechnisch allemaal goed te verstaan daarboven ook? Oké. Goedemorgen. Om te beginnen wil ik de organisatie van dit symposium bedanken voor de gelegenheid die mij hier geboden wordt om u deelgenoot te maken van mijn ervaringen, inzichten, conclusies en aanbevelingen. Ik ben, zoals Kees zei, psycholoog en heb ruim 38 jaar gewerkt als psychotherapeut bij de GGZ, zowel als in de zelfstandige praktijk. Vanaf 1992, dat was het jaar van de Bijlmerramp, heb ik psychotrauma als specialiteit gekozen. Vanaf 1997, samen met mijn collega James Reinders, heb ik die interesse verdiept in complex trauma. Ik vind het heel erg leuk dat collega James hier ook aanwezig is. James en ik horen bij de eerste lichting EMDR-therapeuten vanaf halverwege de jaren 90. In dit specialisme zag ik vaak cliënten met een traumatische geschiedenis, een problematische partnerrelatie, al dan niet met ouderverstoting. Ik zal eerst met u willen stilstaan bij het begrip complex trauma of complex PTSS, wat eronder wordt verstaan en welke eigenschappen complex trauma slachtoffers zich onderscheiden van niet getraumatiseerden. Vervolgens zullen we kijken naar ouderverstoting, met name de plaats die het heeft in de ontwikkeling van het gezin. Ook daarbij komt het doorgeven van de ene generatie op de andere van het mechanisme van traumatisering, waar collega Childers het al over had, aan de orde. Daarna wil ik bespreken wat de therapeutische mogelijkheden zijn voor de betrokkenen bij ouderverstoting, mede met het oog op het doorbreken van de generatieketting. Ten slotte hoop ik dat mijn conclusies en aanbevelingen een bijdrage zullen leveren aan de doelstelling van de dag. Complex trauma. De Amerikaanse psychologe Judith Lewis Herman heeft in 1992 een historische publicatie genaamd Trauma and Recovery, Trauma en Herstel in het Nederlands, complex trauma gedefinieerd. In de handout vindt u de volledige definitie. Opvallend daarbij is, nou ja, alle punten vallen eigenlijk op, maar goed, ik pik hem eruit, dat ze vooral kijkt naar de context, de leefsituatie waarin mensen getraumatiseerd kunnen raken. Dat gaat dus niet om een paar momenten, maar het gaat om een chronische situatie van enige tijd, enkele maanden of jaren. Daarbij worden genoemd gijzelaar, concentratiekampgevangenen, oorlogsveteranen, maar ook kinderen in opgroeiende gezinnen, slachtoffers van seksueel misbruik. De symptomen van een posttraumatische stressstoornis, die wel bij de meesten van u bekend zullen zijn, zijn onderdeel van complex trauma. Het is een indrukwekkende lijst van symptomen. De tijd ontbreekt hier om allemaal 7 criteria stil te staan, maar criterium 5... wisseling in waarneming van dader is van bijzonder belang in verband met de relatie tussen kind en ouder. Daar kom ik later nog op terug. Complex trauma is een ontwikkelingsproces dat een looptijd kan hebben van baby tot volwassene. Ik wil voor u naast elkaar zetten de ontwikkeling van het normale kind en het kind dat complex trauma slachtoffer wordt. Voor ieder mens is erkenning en bevestiging van zijn bestaan
Het gezien en gehoord worden wezenlijk. Dat geldt voor ieder van ons, hier en nu, vandaag. Bij relatieproblemen ligt dat meestal aan de basis van conflicten. Het niet gezien, gehoord en erkend worden door de partner. Is het voor ons belangrijk? Voor een kind is het meer dan belangrijk. Het is een zaak van levensbelang. Dat betekent naast bescherming, voedsel, zorg, vooral het geven van aandacht in woord en daad. Hierbij denk ik aan verbale en non-verbale signalen als: we houden van je, je bent gewenst. Het is goed dat je er bent. We zijn blij dat je ons kind bent. Je bent belangrijk, je mag er zijn, je hoort erbij. We zagen net in dat filmpje hoe, dat is maar een kort fragment, maar hoe intens die betrokkenheid van die moeder en kind op elkaar is, op een positieve manier. En hoe dat dus kan omslaan in het negatieve. Deze positieve, sterk empathische boodschappen van de eerste levensjaren worden geïnternaliseerd door het kind. Eigen gemaakt en vormen zo kernwaarden die bepalen hoe het kind zichzelf blijvend zal zien. Ze resoneren met het zelfgevoel van het kind wat van nature aanwezig is, versterken dit en bevestigen het kind in zijn identiteit. Het zijn de jaren van de basisontwikkeling van de persoonlijkheid. En deze positieve boodschappen worden als het ware in de nog natte beton van het fundament van de persoonlijkheid geschreven. Het kind zal er zijn hele leven, ook als volwassene, zelfvertrouwen aan ontlenen en uitgroeien tot een autonoom individu. Iemand die als jong volwassene de wereld tegemoet durft te treden om de uitdagingen aan te gaan die er voor hem en haar liggen. Vergelijken we dit met de situatie van een kind dat die positieve boodschappen zelden of niet krijgt. Of zelfs bedreigende signalen op zich af ziet komen. Je bent lastig, je bent slecht. Alles is jouw schuld. Je bent niet goed genoeg, je bent waardeloos. Het was beter dat je er niet was. Je bent dom, je was lelijk. Je bent dom, je bent lelijk. Als daar ook nog fysiek en of psychisch geweld bij komt, dan zal het kind opgroeien met een fundamentele bestaansonzekerheid en een gebrekkige identiteit. De geïnternaliseerde kernwaarden zijn dan negatief. Ik ben niet de moeite waard. Ik kan het niet. Ik ben lastig. Ik ben lelijk. Ik ben dom. Ook deze negatieve kernwaarden worden geïnternaliseerd. Maar dit kind worstelt zijn hele leven met zijn bestaan in plaats van dat hij er zelfvertrouwen aan ontleent. De boodschappen die hij binnenkrijgt botsen met het autonome zelfgevoel van het kind. Er is geen bevestiging, maar ontkenning en bedreiging. Geen autonomie en onafhankelijkheid, maar zelfdepreciatie en onzekerheid en chronische afhankelijkheid. Dit geldt ook voor het geval wanneer er sprake is van ernstige verwaarlozing, dat niemand naar het kind omkijkt en communicatie en bevestiging geheel ontbreekt. Door veel psychologen wordt dit terecht als een vorm van psychische mishandeling gezien. Dit kind heeft op jongvolwassen leeftijd al heel moeilijke jaren overleefd en is volgens Judith Herman te vergelijken met een oorlogsveteraan. In de handout heb ik eigenschappen van normaal opgegroeide en getraumatiseerde kinderen naast elkaar gezet, zoals door Piet Walker beschreven. Het kind dat bevestiging krijgt en op een liefdevolle manier gesocialiseerd wordt, zal leren de wereld te ontdekken en ook wie hij zelf is. Zijn kwaliteiten, zijn talenten, zijn zwakheden, karaktereigenschappen, intelligentie en het zal emoties adequaat leren benoemen en reguleren. Het kind dat opgroeit in een bedreigende, toxische omgeving is aan zijn lot overgelaten. Het heeft altijd anderen nodig om te horen dat hij er mag zijn. Moet altijd naar bevestiging blijven zoeken. Moet vechten voor zijn bestaan. En is altijd op zijn hoede voor gevaar en wantrouwt iedereen. Dat kind, later als jongvolwassene, heeft wel geleerd om te overleven, maar niet om te leven. Er was geen ruimte, aandacht, veiligheid en stimulans om de autonome ontwikkeling die in de kern de autonomie die in de kern aanwezig is, om die zich te laten ontwikkelen en dat mogelijk te maken. En om die status
als jongvolwassene overleveraar te kunnen bereiken, heeft het kind emotioneel zichzelf gesplitst, ten einde de niet te verdragen pijn, woede en verdriet niet te voelen. U zag Dr. Childers daarnet al die beweging maakte. Dat overlevingsmechanisme heet structurele dissociatie. Dat is geen bewuste keuze, maar een overlevingsreactie van het psychisch-fysische systeem dat als het ware ingrijpt in de situatie buiten onze wil om. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het meisje dat verkracht is en later vertelt: ik zweefde uit mijn lichaam naar het plafond en keek vanaf boven naar beneden wat er gebeurde, zonder iets te voelen. Dit is een moment van dissociatie tijdens een traumatische ervaring. Bij structurele dissociatie is het een voortdurende toestand die zich moeilijk laat opheffen. In de handout vindt u de definitie van structurele dissociatie zoals de Onno van der Hart omschreven. Hij beschrijft de persoonlijkheid gespleten in twee subsystemen. Het ene systeem neemt het overleven voor zijn rekening. Dat noemt hij de ANP, de Apparent Normal Personality. Het andere subsysteem regelt de trauma-gerelateerde zaken, zodat die het overleven niet onmogelijk maken. Een noodgreep, een noodoplossing, die weliswaar overleven oplevert, maar ten koste gaat van veel chronische stress en angst en onzekerheid. Bij een positief opgegroeid kind zijn zelfvertrouwen en vertrouwen om de wereld tegemoet te treden jong geleerd en automatisch aanwezig. Bij een complex traumaslachtoffer bepalen identiteitszwakte en afhankelijkheid van anderen de aangeleerde rol van overleven, die ook automatisch is geworden. De negatieve kernovertuigingen die het kind zijn opgedrongen, verwart hij onbewust met zijn werkelijke identiteit. Hij weet eigenlijk helemaal niet wat zijn werkelijke identiteit is. Walker in de handout omschrijft verschillende vormen van overlevingsgedrag, bepaald door het type reactie dat mensen tonen op dreiging. Hij heeft ze de 4 F's genoemd. Deze rollen kunnen tot in de volwassenheid doorgezet worden. Het zijn automatische patronen geworden, resistent tegen verandering. En daarmee zijn die rollen dus inadequaat om als volwassene mee in het leven te staan. Immers, voor een CT-slachtoffer is het idiote en het gekke en het gevaarlijke is normaal. En het normale leven is onmogelijk vreemd. Vorige maand was in de Nederlandse opera Porgy en Bess. Een verhaal gebaseerd op een historisch gegeven. Heeft iemand van u toevallig die operavoorstellingen gezien? Oké. Nou, het viel mij op in het personage Bess dat als je haar wil proberen te begrijpen in haar gedrag, vertoont ze eigenlijk de kenmerken van een complex traumaslachtoffer. Een sleutelmoment in die opera is als ze tegen Porgy, wat eigenlijk wel resoneert met haar als oprechte liefde, tegen hem zegt: ja, mijn hart gaat uit naar jou, maar mijn vorige partner Brown, een moordenaar, een man die driftig is en antisociaal, met wie ze samengeleefd heeft, die Brown of die Crown, die hoeft maar naar me te kijken en ik word gehypnotiseerd. Ik ben willoos en ik doe precies wat hij zegt. En dat is ook wat Childers zei. Die twee kanten die kunnen er niet tegelijk zijn. Die autonome kant en die overlevingskant. Ik wil nog iets zeggen over de generatieketting. Gelet op het bovenstaande zal een slachtoffer zich onbewust bij de partnerkeuze laten leiden door de negatieve zelfwaardering. De keuze zal vallen op een partner die op vergelijkbare manier dwingend, overheersend, autoritair de relatie zal bepalen,
net als de dader uit zijn jeugd. De overlever kent geen andere wereld en deze is vertrouwd. Hij weet zich hierin te handhaven en te overleven. En eventuele nakomelingen zullen op hun beurt opgroeien in een vergelijkbaar toxisch milieu en ook mogelijk een complex trauma ontwikkelen. De overlevingsmechanismen worden zo doorgegeven van de ene generatie op de andere. Als je nog even kijkt naar die vier patronen van de vier F's waar ik het net over had, dan kan je ook heel goed zien hoe de overdracht tussen generaties aannemelijk is. Nummer 1, de vechtreactie, de oudste zoon van een autoritaire vader die de jongere kinderen op zijn manier boeliet en pest op de manier zoals zijn vader dat doet. Ik heb u een ontwikkeling geschetst van een gezonde en een zieke omgeving op het opgroeiende kind. Waarbij ik denk dat de zuivere vormen in de minderheid zijn. Ze komen wel voor, maar ze zijn gelukkig in de minderheid. De meeste gevallen zullen een mengvorm laten zien met specifieke overlevingsreacties op specifieke situaties. Daarnaast zal veelal enige autonome ontwikkeling ook op specifieke gebieden te zien zijn. Afhankelijk van persoonlijkheid en kracht van het slachtoffer en de indringendheid en de duur van het totalitaire regime waarin het is opgegroeid. Specialistisch onderzoek zal enige duidelijkheid kunnen geven bij oude verstoten of het kind autonoom kiest of onder druk van een bedreigende ouder zijn keuze bepaalt. Actueel is het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Ik denk dat onder de slachtoffers de hele range van eenmalig tot complex getraumatiseerd aanwezig is. Vandaar dat die mensen ook zo diep geraakt zijn als de paus, zoals gisteren ook weer met uitspraken komt, die hun vrijblijvend en niet verplichtend in de oren klinken. Het even terzijde. Als een kind bij scheiding duidelijk maakt geen contact te willen met een ouder, spreken we van ouderverstoten. Gelet op het ontwikkelingsproces dat ik u geschetst heb, is het moment van ouderverstoten eigenlijk een incident in een reeks van zich verslechterende gezinsverhoudingen. En daarna kan dat proces nog jaren doorgaan. Als bij een van de ouders sprake is van een antisociale, borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis of trekken van een of meerdere van deze, vaak in combinaties ook nog mogelijk, dan is er een grote kans dat het kind bij scheiding kiest voor die ouder. Immers, het kind heeft geleerd dat een goede relatie met de bedreigende ouder een eerste prioriteit is bij overleven. Dat is buitengewoon pijnlijk om te ervaren voor de andere ouder. Mijn conclusie is dat ouderverstoten genoemd zou kunnen worden als een symptoom van een vergiftigde en vergiftigende gezinssituatie. Er is dan al veel beschadigd, wat het voor instanties heel lastig maakt om adequaat in te grijpen. Maar de vergiftiging gaat door. Kinderen zijn in staat tot in lange jaren van volwassenheid aan de ouderverstoting vast te houden. Mijn aanbeveling: hoe eerder in een gezin ingegrepen kan worden, hoe beter het voor de kinderen is. En met ingrijpen bedoel ik in eerste instantie ondersteunende hulp bieden aan het gezin om het ontsporende gezinsleven terug in goede banen te leiden. Als blijkt dat dat niet haalbaar is of tekortschiet, is specialistisch onderzoek nodig bij alle betrokkenen, ouders en kinderen. Dat specialistisch onderzoek richt zich op de geschiedenis van het gezin, de onderlinge verhoudingen, de wijze van communiceren, de persoonlijkheidsstoornissen eventueel die er zijn en trauma's eventueel die er zijn. Onderzoek wat uiteindelijk kan leiden tot het nemen van gerechtelijke maatregelen. Ik denk aan voorwaardelijk of geen contact voor de ouder met een verregaande persoonlijkheidsstoornis. Als het tot zo'n maatregel komt, is het belangrijk dat afspraken of opgelegde maatregelen ook gehandhaafd worden. Het doel is immers bescherming en veiligheid bieden aan het kind. Maar voor het zover is, dient het uiterste gedaan te worden om samen te werken met de ouders aan een constructieve oplossing.
Ik wil graag iets zeggen over psychotherapeutische perspectieven. Het slechte nieuws is dat ervaringen van collega's en van mijzelf tot de conclusie hebben geleid dat het behandelen van cliënten met antisociale of narcistische persoonlijkheidsstoornissen buitengewoon lastig is. Motivatie, inzicht, therapietrouw zijn niet of onvoldoende aanwezig. Problemen worden aan anderen toegeschreven, eigen aandeel niet erkend. Het veelal ontbreken van empathie en begrip voor anderen, die zouden kunnen lijden onder jouw gedrag, maakt dat er weinig of geen gemeenschappelijkheid is, nog met partners, nog met hulpverleners of instanties. Waar ik wel positieve ervaring mee heb, is dat als met deze personen duidelijk afspraken gemaakt worden en er wordt toegezien op vasthouden hieraan, en er staan sancties op, dat dit de beste manier is om tot een werkbare modus te komen. Het vraagt bewuste inspanning om dat automatisme te doorbreken, het wissel om te zetten en alternatief gedrag te bedenken en te ontwikkelen. Waarbij je dan ook nog een keer je eigen vader en moeder moet zijn. Jezelf aanmoedigen, troosten, geruststellen en onvoorwaardelijk accepteren. Een intensief, maar lonend proces. De ontdekkingstocht naar de verdwenen of verdrukte autonomie, naar het verdwenen zelf. Wie ben ik? Mag ik er zijn? Mag ik nee zeggen? Mag ik laten zien wie ik ben? Mag ik kiezen voor wat ik graag wil? Is een moeizaam proces met veel ups en downs. De auteur Iris Koops heeft als ervaringsdeskundige deze ontwikkelingstocht te boek gesteld. Voor veel slachtoffers een dankbare bron van herkenning. Ook Peter Walker, een Amerikaanse psychotherapeut die als kind narcistisch mishandeld is, beschrijft het herstelproces en detail. Een heel goed zelfhelpboek, weliswaar in het Engels, dat net als dat van Iris Koops een hele goede ondersteuning biedt voor cliënten in behandeling. De actuele situatie is dat er nog weinig therapeuten en hulpverleners zijn die voldoende geschoold zijn om complex trauma slachtoffers adequaat hulp te bieden. Ook is er nog te weinig deskundigheid bij hulpverleners, mediators, betrokken juristen om narcistisch gedrag te onderkennen en een halt toe te roepen. Het netwerk van het verdwenen zelf beschikt over een lijst van collega's die in hulp aan complex trauma slachtoffers gespecialiseerd zijn. De Nederlandse psycholoog Onno van der Hart, psychologen Onno van der Hart en Suzette Boon geven cursussen en trainingen voor therapeuten over complex trauma. Gelukkig neemt de belangstelling en het inzicht van het belang van deze therapeutische hulp de laatste tijd toe. Ik wil hier graag ook even een opmerking plaatsen in mijn loopbaan als therapeut. Als therapeut heb ik geleerd om in beginsel cliënten met een welwillende, empathische houding tegemoet te treden. Bij antisociaal en narcistisch gedrag van cliënten ben je dan al half verloren met deze houding. Zakelijke afstand in het begin, meer dan gebruikelijk, heeft me weliswaar moeite gekost om eigen te maken, maar veel opgeleverd. Op je hoede zijn, alert reageren, vooral duidelijk zijn in wat je wel en niet accepteert, is heel belangrijk. Anders ben jij slachtoffer van manipulatie en ben je niet mezelf de baas over wat je zegt en wat je doet. En vergeet niet, zij spelen dat spel beter dan jij, vooral als je nog weinig ervaring hebt. Ik wil met u nog even kijken, tenslotte, naar de handout waar u allemaal een exemplaar van hebt gekregen. Ik merkte er net al even op dat punt 5 een bepaalde relevantie heeft voor ons onderwerp van vandaag. De wisselingen in waarneming van de dader, gepreoccupeerd zijn met de relatie tot de dader. Onrealistisch toeschrijven van macht aan de dader. Dus haakjes voorzichtigheid geboden. Soms zijn daders inderdaad machtiger dan we denken en onderschatten we ze.
ook in de volwassen situatie. Idealisering van de dader, paradoxale gevoelens van dankbaarheid. Denk bij, hierbij aan wat voor volwassenen genoemd wordt het Stockholm-syndroom. Dat mensen die langere tijd in gijzeling zijn, dat die na afloop een goed woordje gaan doen voor de gijzelnemer, want het waren eigenlijk toch wel, ja. Ze hadden iets goeds, ze hadden iets positiefs, ze lieten eten komen of ze hadden begrip voor iemand die ziek werd of wat dan ook. Waarbij het grote geheel van de gijzeling en het misdrijf uit het oog werd verloren. Gevoelens van een speciale of bovennatuurlijke band met de dader. Dat is ook een manier van manipulatie en dat zie je vaak bij gesloten godsdienstige sectes. Dat complex trauma slachtoffers in hun verhaal vertelden dat ze een uitverkorene waren van de goeroe of de leider en een speciale boodschap hadden en ook een speciale betekenis voor hem. En dat tilden ze boven zichzelf uit. Acceptatie van normen en waarden van de dader of zijn drijfveren en motieven. Dat is die vierde F, die fawn. Dat is helemaal, als het ware, verdwijnen in het leven zoals dat door de dader geëist wordt. Daarbij is het authentieke zelf geheel verdwenen. Je gaat weerstandloos helemaal mee en je bent een pure handlanger van de baas. Hebt geen eigen geweten meer. Oké. Het volgende waar ik even naar wil kijken met u, dat is de structurele dissociatie op de volgende bladzijde van Onder van der Hart. Is er nou niks meer te verstaan? Oké. Ja, hij zat een beetje te veel opzij. Ja, oké. Okay. Als we klaar zijn, staat de microfoon goed. Structurele dissociatie van Onder van der Hart. Ik vraag uw aandacht voor het één na onderste punt, de innerlijke criticus. Één na onderste punt, bladzijde 4. Waar ik als therapeut heel vaak op gestuit ben met cliënten, dat ook in de loop van de therapie de innerlijke criticus in staat was om elk groen sprietje en ontluikende autonome beweging om die genadeloos af te kappen. De innerlijke criticus is ooit ontstaan ter bescherming van het kind dat getraumatiseerd werd. De innerlijke criticus die zegt als het ware, denk erom als je dit doet of zegt of dat doet of ze zegt, dan zegt papa of mama zus of zo. En dan wat papa en mama dan zegt, dat wordt geïnternaliseerd, zodat dat kind automatisch leert om zoveel mogelijk de foute dingen niet meer te doen. Met als gevolg dat elk initiatief en idee wat je zelf mocht hebben en wat spontaan opborrelt, genadeloos tegen het licht wordt gehouden. En als dat niet past bij het vigerende regime waarin een kind moet leven, dan gaat het niet door. En die
innerlijke criticus is dus buitengewoon belangrijk voor het overleven van het kind in deze situatie. Maar die innerlijke criticus die houdt niet zijn mond als cliënt volwassen is en in therapie komt. Dus het is heel belangrijk dat in de therapie oog is voor de innerlijke criticus en dat daar dan ook duidelijk gemaakt wordt, bewust gemaakt wordt, wie die innerlijke criticus is, dat het ooit een positieve functie had voor de cliënt om naar die criticus te luisteren, maar dat het nu iemand is die het leven inperkt en autonomie inperkt. En om die innerlijke criticus, om die als het ware te overrulen en toch je eigen gang te willen gaan als volwassene autonoom, is buitengewoon moeilijk. Dat is een van de grote knelpunten in de therapie. Nou, als we dan nog even kijken naar die vormen van overlevingsgedrag bij complex trauma van Walker. De fight-reactie is met woede reageren op trauma-gerelateerde prikkels. Agressief narcistisch gedrag vertonen. Vaak zien we dat bij de oudste zoon, de jongere siblings pest. Op de manier zoals de narcistische vader dat kan. Pesten op school, de bully uithangen. Dat is de manier waarop pestgedrag doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Maar het is een vorm van overleven. Het is ook niet authentiek in autonoom gedrag van het kind. De flight-reactie, betekent vluchten, reageert met dwangmatig gedrag, hoge doelen stellen, perfectionisme, dwangmatig denken als manier om gevoel van veiligheid te bereiken. Als ik nou maar dat doe, als ik nou maar dat doe, als ik nou maar zus en zo, dan vinden ze me goed, of dan krijg ik een compliment. Of dan... De freeze-reactie, bevriezen, camouflagegedrag vertonen, wegkruipen, isolement zoeken, gevoelens van wantrouwen naar anderen, de kluizenaar, dissociëren van gevoelens. Een cliënt wiens overlevingsreactie heel sterk hierdoor gekleurd werd, vertelde als kind dat ze heel vaak, als ze denkt aan haar jeugd, en er moet iets positiefs over te zeggen zijn, zag zichzelf achter in de tuin wegdromen met de poes op schoot om haar te troosten. Niemand in de buurt. De vierde F, de vormreactie, dat is je onzichtbaar maken door geheel gericht te zijn op dienstverlening aan anderen. In zijn pathologische vorm in volwassenheid kan het betekenen slaafs gedrag. Geen nee kunnen zeggen, geen nee mogen zeggen. Zelfs geen nee voelen. Dat zijn mensen die ook gevoelig zijn voor seksueel misbruik. De lieve dochterrol spelen. Niet lastig willen zijn. De laatste bladzijde, de aanbevolen literatuur. Judith Herman, zij is echt een icoon in de wereld van psychotrauma, net als Bessel van der Kolk. Dat zijn mensen die aan het begin, jaren 80, jaren 90, fundamenteel onderzoek hebben gedaan. En op wiens werk wij nog steeds voortbouwen. Het boek van Judith Herman is in 2007, niet 2207... 2007 is de laatste versie. Piet Walker, heb ik u al verteld, een Amerikaanse psychotherapeut die zelf als kind slachtoffer was. Hij heeft een heel goed boek geschreven dat in detail allerlei stappen beschrijft hoe je van overleven tot thriving, zelfleven, streven, je leven, je punt, je plaats innemen in de wereld. Onder van der Hart verwijs ik even naar, dat is meer voor collega's die hier zich verder in willen verdiepen, trauma, dissociatie en hypnose, uitgegeven in 1995 al door Swets en Zeitlinger. En er zijn ook latere publicaties nog van hem bekend. Ten slotte Iris Koops, het boek Je leven in eigen hand.
Verder naar narcistische mishandeling, uitgegeven in 2017 in eigen beheer. En verkrijgbaar via de website Het Verdwenen Zelf. Ik heb de eer gehad om met Iris als psychologisch adviseur te mogen samenwerken, net als James, bij de totstandkoming van haar boek. Ook al een eerdere versie, maar dit is de meer uitgebreide versie. Waar met name voor slachtoffers ook weer hele uitgebreide tips en manieren van aanpak zijn beschreven. Hoe je je moet opstellen en gedragen om op een assertieve manier met moeilijke problematiek om te gaan. Ook ouderverstoting wordt een hoofdstuk aan besteed. Oké, dat was het. Dank u wel voor uw werk. Ad, dank voor jouw werkelijk boeiende en ook toch zeer begrijpelijke verhandeling over het trauma. En ook dank dat je zo scherp aan de tijd hebt gehouden, want dat is werkelijk helemaal op de klok. Voor vragen zou ik naar het middagdeel willen verwijzen. Oké.